Radiopresentator Edwin Evers heeft zijn bedenkingen geuit over de omstreden opmerking van Johan Derksen betreffende prinses Alexia, waarin Derksen de 18-jarige prinses omschreef als zijnde met een lekker kontje. Evers benadrukte dat Derksen vrij is om zijn uitspraken te doen, maar noemde het tegelijkertijd smakeloos. Hij erkende dat de context van het programma waarin Derksen deze opmerking maakte een rol speelt, maar benadrukte dat het desalniettemin ongepast was. Evers. Bekend van onder andere een podcastserie met koning Willem-Alexander, werd door presentatrice Micha Blok gevraagd naar zijn mening over de kwestie. Hij gaf aan dat hoewel hij begrijpt dat bepaalde omgevingen informeler zijn, het nog steeds geen rechtvaardiging is voor dergelijke opmerkingen over een jonge vrouw in het openbaar. Micha Blok voegde toe aan het gesprek door te wijzen op Evers' relatie met het Koningshuis vanwege zijn eerdere podcastserie met koning Willem-Alexander. Ze suggereerde dat Evers als vaste podcastmaker van het Koningshuis zou kunnen fungeren. Waarop Evers aangaf dat dit een eenmalig project was en dat hij niet nerveus was tijdens de opnames, ondanks sommige speculaties die daarover ontstonden. De radiohost gaf aan dat er na de podcast met de koning kritiek kwam vanuit diverse hoeken, waarbij sommige journalisten vonden dat hij niet kritisch genoeg was geweest en bepaalde vragen had moeten stellen. Evers sloot af met het besef dat sommigen wellicht liever zelf in zijn positie hadden gestaan tijdens de podcastopname met de koning.